Hallo, ik ben Niemte. Ik ben Mark en ik ben er weer met Hearts of Iron 4. Ik vergat even helemaal de naam weer gelijk. Maar we zijn nu weer terug en we hebben in ieder geval Duitsland verslagen. En nu ga ik proberen deze drie eventjes kapot te maken. Dat is mijn plan van aanpak op het moment. Even zien, ja. We hebben ook weer een aantal divisies erbij. Oké, gaat daar maar mee. Military race. Offer Poland protection. Lijkt me nog wel een verstandige. Oh, niet helemaal inzoomen. Deze kan weg, die kan weg. Nou, ah, tactical bombers. Jezus. Laten we er toch maar even een aantal op die grens plempen. Mocht het nodig zijn. En dan klikken we deze daar ook al gelijk tegenaan. Zo. Oh, vandaar. Wow. En geen trap. Oh, god. Forward Germany, nee. Is dat een research slot? Sure. De T-54. 1948. Lopen we 6 jaar voor. Ja. Och, is thuis alweer bezig. Oké, ik ga zo even wat volunteers sturen. Ik kan ze nog niet eens helpen. Oh. Infrastructuur, ja, dat is wel een goed idee. Ja, betere tactische bombes lijkt me ook wel handig.
That's not good enough. Give me more. Jammer dat ik ze niet rechtstreeks kan helpen, maar het is niet anders. Jezus. Operation set. Dat lijkt me misschien nog niet echt handig. Turbojet engine. Waar staat die dan weer dan? Turbojet. Huh? Nou, het zal wel, maakt niet uit. Zo. Ga mooi allemaal daarheen. Met deze grens. Als ik de geallieerden ga aanvallen, oh, dan heb ik nog een groot probleem. Maar dan ga ik ook waarschijnlijk heel veel puppeten. Dat lijkt me natuurlijk nog wel eens het standaardste om te doen. Anders komt het nooit goed. Oké, 18 mei. Oké, gewoon facet aanvallen jullie. Luxemburg ook nog. Wauw. Nou, als Roemenië kapot is, dan ga ik ze allemaal een beetje puppeten. En jou ga ik maar eventjes ook laten helpen. Oké, deze twee zijn in ieder geval encircled. Dat is mooi. Oh, ik heb geen convoys meer. Hoe dan? Ja, vind je het ook een wonder dat ze dan niet... dat ik niet goed heb kunnen traden. Puppet States. Roemenië is toch wel kapot. Dat is één ding wat zeker is. Ze hebben wel meer schepen. Zijn ze ook sterker dan ons? Dat is een beetje moeilijk. Oké, Kingdom of Romania, puppets. En puppet. Kingdom of Greece. Ik heb het toch, hè? Oké. Ze hebben nu een puppet.
Wow, 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 wow. Hebben we nog serieus oorlog met hun? Oh, kut! Hetgeen wat ik nou niet wou. Wel shit. ja. Nou, dit is een onverwacht iets, maar ik ga in ieder geval deze aflevering afsluiten. Volgende aflevering ga ik dus proberen de Galeren één voor één kapot te maken. Dat wordt echt niks. Maar in ieder geval, ik hoop het leuk vonden. Geef een like of een geval. En dan zie ik hem nog een keer weer. Later.